Michandro, Hermela, Sandra en Ilias mogen als eerste kinderen in Nederland de film Inside Out 2 zien. Ik voel me speciaal. Ik vind het spannend, want dan zijn we gewoon juist de enige die het juist als eerste hadden het gezien voordat het uitkwam. Ik verwacht heel veel gekte. 9 jaar geleden kwam het eerste deel van Inside Out uit. In het Nederlands binnenste buiten. Ik heb het echt heel vaak gezien. Ik vond het wel echt leuk. Okay, let's clear it all out. It's demo day! En binnenkort komt dus deel 2. Opnieuw krijg je een kijkje in het hoofd van Riley over haar emoties. Nu is ze wat ouder en komt ze in de puberteit terecht. Ik vond het wel eigenlijk leuk en spannend ook nog. Dat is veel beter dan die eerste, omdat er kwamen meer emoties bij. In het tweede deel voelt Riley opeens nieuwe emoties. Verlegenheid, jaloezie, verveling en onzekerheid. Het zijn allemaal karakters in de film. I wish I was as tall as all of you. Who the heck are you? I'm Envy. Het zijn emoties die sommige kinderen al wel herkennen. Jaloezie, gewoon dat ik jaloers word op mensen. En de tweede was gewoon als ik juist een foutje of zoiets maak voor iedereen. Dan schaam ik me juist heel veel. Welcome to headquarters, embarrassment. Oh, we're doing a fit. No, oh, no, going high. Oh. Tijdens de film was er een emotie. Hij schaamde zich en ik zag mezelf gewoon daar. Ik dacht ik was het gewoon. Ik ging zo in mijn stoel, like, oh mijn god. Dit tweede deel is in meerdere landen al in de bioscoop te zien. En dat gaat goed. Na een paar weken is het al de succesvolste film van het jaar. En dat snappen deze kinderen wel. Geef het een 8. Een 9. Ik denk een 8. Ik ga heel eerlijk zijn, 10. Een 10 uit de 10. Het was geweldig. Het was grappig, het was leuk, het was mooi, het was gek, het was geweldig.